challenge. Laten we eens beginnen. Ik weet niet of dat hij überhaupt te horen is op dit moment. Ik denk het niet. Ik heb net gecheckt, toen was het al bezig op mijn microfoon. En het leek niet dat het het oppikte, zeg maar. Dit lijkt mijn Brazilië te zijn. Ik denk dat dit ook wel vrij hard in Brazilië zal bevestigen, of in ieder geval Zuid-Amerika. Of zo? Nee, niet. Het is gewoon een blinde vlek. Dat zijn een hele hoop blinde vlekken, zelfs. Oké, het bevestigt in ieder geval inderdaad het idee van een Brazilië. Of in ieder geval Zuid-Amerika nogmaals. Het is soms zo lastig om het kaart te houden, wat is. Maar goed, de borden suggereren in ieder geval dat het geen, weet het? Geen Mexico is. Maar of dit Brazilië is, is ook een hele goede vraag. Want dit zou ook zomaar eens bijvoorbeeld Colombia kunnen zijn. Ha. En dan kom ik zo'n bord tegen en dan denk ik van, nou. Misschien dat het dan toch Mexico is. We hebben die gele lijn. Maar goed, we weten dat die gele lijn niet exclusief aan Mexico is voorbehouden. Wat ga ik doen? Ga ik mijn gevoel volgen of ga ik zeggen van, ja, Santa Cruz. Waar is Santa Cruz? Dan zou ik zeggen dat het misschien wel Bolivia is. Ik neem nou echt een enorme gok. Ik weet dat er meer Santa Cruz'en zijn, maar weet je wat het is? Het is ook, er zit ook een Santa Cruz in Mexico, dat weet ik. Waar ook weer. Dit is een gok. Ah, oh, ik had gewoon gelijk. Dat is een pak van hart. Holy shit. Holy shit. Dit is Zuid-Afrika. Of misschien wel Australië. Zo, ja, als het Zuid-Afrika is, dan zeg ik altijd aan maat, het kan ook Botswana zijn. Het is alleen jammer dat hij gewoon niet vooruit wil gaan met de muis, nou wel. Maar echt met muizenstapjes. Met hele kleine muizenstapjes, nou, dat zal we wel zien. Ik wou zeggen, ik neig naar Zuid-Afrika, maar, nee, kijk, nou klopt hier wel. Ik weet het niet. Oeh. Dat waren meerdere woorden zelfs. Waarom? En kunnen we alsjeblieft gewoon, hij wil gewoon echt niet. Daar. Hij is traag. Op deze locatie. Ik bedoel, het ligt duidelijk aan deze locatie, want ik bedoel, hij heeft het net in Bolivia, deed hij het gewoon goed. Dus, Jezus, hij is echt, hij heeft er echt geen zin in.
Ja, dit is toch wel. Ik heb nog nooit een waarschuwing voor flooding zien staan in dingen. Weet het, in Zuid-Afrika. Plus iets waar ik al wel eens eerder op geweest heb. De berm. Het is heel stom, maar dit is een Australische berm. Dit is, tenminste, wat zeg ik nou, dan zul je zien dat het juist wel in dingen is. Zeg het eens, ik denk wel dat ik trouwens hier moet zitten staan. Dus moet wel even opletten. In Zuid-Afrika is. Maar die bermen in Zuid-Afrika, dat is meer eerst gras en daarna iets. En dit is meer alvast iets en gras. Dus het is Australië. Australië is groot, dus waarschijnlijk ga ik wel wat punten verliezen. Maar ja, meer kan ik er niet van zeggen. Ja, 1000 kilometer. Ja, dat is Australië voor je. Oh, wacht. Dit is. Ja. Dit hebben we van de week ook gehad. Of tenminste, de afgelopen week. En dat was. Was dat hier? Ik denk dat het hier was. Pizzeria Hans. Rechts een pas. Volgens mij stond het ergens, denk ik. Ik weet het niet meer. Het was volgens mij, denk ik, deze. Er zit voor de rest niks tussen, hè? Want de eerste volgende, dat is volgens mij de Brennerpas, denk ik. Toch? Ja, ook deze misschien. Maar dat ziet er niet uit als zijnde dat dat deze is. Nee, dat is echt helemaal bovenop. Dus ik denk dat het deze was, als ik het goed heb. Denk ik. Maar eens even kijken of we Pizza Hans kunnen vinden. Dan. Ah, Rex en Pas. Oh, zie je wel? Ik wist wel dat ik het ergens had zien staan. Haha! En ik weet dat ik aan de Italiaanse kant zit. Dat is mijn vraag. Ik denk. Wat is dit? Dit is Pizzeria Hans. Dus, en daar sta ik voor. Dus dan zou dit zou dan. Als het Pizzeria Hans is. Ik sta voor de opening op het hoekje van deze. Aan deze kant van de weg. Dit zou hem moeten zijn, maar we weten dat. Good old. Geocacher nog wel eens een loopje wil nemen met. Waar we staan. Ik zal het zo zeggen. Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld hier staan, omdat die weg misschien niet helemaal goed ingegeven staan. Maar waarschijnlijk zal Geocacher zeggen dat we hier staan of zo, weet je. Dat leer mijn Geocacher kennen. Maar goed, dit zou 5000 punten moeten zijn, normaal gezegd. Maar goed, ik weet niet hoe hard dat ze erop ingaan. We zullen het over een paar seconden zien. 1 meter. 1 meter, ja. Ja, kijk, dat is nog wel vrij logisch, zeg maar. Want waarschijnlijk staat die weg niet helemaal goed. Bla bla bla. Puka puka. Dit lijkt me. Het lijkt me Nieuw-Zeeland te zijn.
Ja, Nieuw-Zeeland. Gelukkig is Nieuw-Zeeland ook vrij klein, dus ik moet wel even een stadsnaam vinden, graag. Het zou fijn zijn. Maar waarschijnlijk krijg ik die niet zomaar te zien. Het lijkt me ook vrij druk te zijn. Dus het zal ook wel een hallo. Vrij. Ik denk dat daar een verkeersbord aankomt. Dus dat wil een vrachtwagen. Ik denk dat dat een verkeersbord was. Ja, dat was een verkeersbord. Hij heeft een beetje haperingen in de landen van Down Under. Hallo, echt, hij wil gewoon echt niet, oprecht niet. Dus ik weet ook niet waarom hij dat doet. Hallo, blinde vlek. Blinde vlek. Blinde. Nee, geen blinde vlek. Oké, Napier Wellington. En Wellington is volgens mij op dit eiland, denk ik. Ja, Wellington hier. Dan heb je dus hier. Rechtdoor. Dat is die, dat is 2, dat is 2. Even kijken hoor. Wat zijn dan de Kuripuni? Als ik die kan vinden. Dat zou heel ideaal zijn eigenlijk. Ik zet hem voorlopig even hier weg. Ik zou ook eens naar Carterton moeten kijken. Ja, dat is hier. Waar is Kuripuni? Wacht, laat me ver. Ja, trouwens, die 6 seconden maakt geen reet meer uit. Tenzij er die vlagje staat. Te laat, 96 kilometer van. Nee. Nou, zo tragisch is het ook weer niet. Dit was een. Ik wilde zeggen dat dit Thailand of Cambodja was, maar. Met wat ik daar zie staan, zou ik eerder zeggen dat het Indonesië of Filipijnen is. Misschien zelfs van Maleisië. Maar wat heeft hij vandaag met. Hij is niet echt. Baliwak. Dat klinkt eerder alsof het in Indonesië is. Maar dat is puur vanwege het woord Bali. Bali. Maar. Dit is een lastige. Dit is een lastige. Want dit zou. Ik denk dat dit de Filipijnen is, zal ik het zo zeggen. Maar als dit bijvoorbeeld. Dingen is, hoe heet het? Maleisië zou ik er ook niet van staan te kijken. Ik denk niet dat het Indonesië is, want dat is.
Daar is net iets te veel Engels voor en te weinig. Ja, ik noem het maar even Indonesisch. Maar tegelijkertijd. Nee, dit is niet wel de Filipijnen zijn, denk ik. Ja, dit moet wel de Filipijnen zijn. Heb ik Baliwak wel eens ergens gestaan? Nee, daar heb ik weinig tijd voor. 444 kilometer. Nou, ik ben al blij. Ik had het ook wel kunnen voorspellen trouwens dat in de buurt van Manila was. Want het was wel echt heel veel Engels, moet ik zeggen. Nou, trouwens, er is sowieso in de Filipijnen heel veel Engels. 19.000. Eigenlijk met name door Australië. De rest viel op zich wel mee. Filipijnen zat ik wel vrij ver van af. Maar ja, nogmaals, dat is een beetje net zoals Australië. Tenzij je het echt specifiek kan vinden, is Australië en bijvoorbeeld Australië, Brazilië ook wel, Rusland, Filipijnen een beetje enigszins. De oppervlakte is gewoon zo groot, waar je hem ook zet, ook al zet je hem in het midden, je verliest gewoon punten. Maar dat is gewoon het hele spelletje, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Dat zijn van die dingen. Nou, voor verder heb ik eigenlijk vrij weinig te zeggen. Dus dan zeg ik tot morgen.